Hallo allemaal. Welkom op het Spangalis College. Dit is Fayen. Dit is Timo. En wij geven jullie een kijkje. Op de set? Ja. Nou, kom maar mee. Verder. Dit is Sarah Jamila, toch? Hoi, ik zou het heel. Doei. Doei. Nou, dan zijn we nu bij de kleding aangekomen. En hier heeft iedereen zijn eigen rek met wat hij draagt als personage. Ja. Zullen we even ons kleding laten zien? Ja. Wat draagt Juliette? Oh, oké. Okay. Eerst mijn rek. Vanaf hier, even kijken, dan begint het eigenlijk. Vanaf hier tot dit hele. Tot hier, want hier begint Raaf. En dit is. Dit is allemaal de kleding van Juliette. Dus dit zijn allemaal pakjes en laat nou, die ze aan heeft. Laat eens jouw lievelingspakje zien. Vind ik veel. Even wachten. Ik heb er wel één, denk ik. Ik heb wel een hele leuke Kermit de Kikkerjas. Die is wel top. Ja, die is wel top, ja. Dat vindt de geluidsman ook heel leuk. Met dit heerlijke, lekkere materiaal. Toppie. Maar dit is dus wat Juliette raakt. Lef. Lef. Van hier tot en met hier is Lef. En Lef die houdt van bloesjes en van truien. En Timo die kan Lefs kleding nooit zo goed ophangen zoals je ziet aan alle haakjes. Maar goed, dat is toch een man, hè? Ja, dat is weer een man. En ik heb een lievelingstrui. Ja. En dat is deze. Van Jan zegt ook altijd dat het zo leuk uitziet. Dus ja. Zeg ik ook altijd. Ja. Maar goed. Dan gaan we verder. Oké, we hebben kleding gehad. Ja. Dan gaan we nu naar... Naar de make-up. Hallo. Dit is onze bekende Dilara Horoud. Hi. Just playing the part of... make-up artist ben ik. He's a make-up artist. Nou, dit is make-up. Ja. En dan hebben we twee crews. En hier wordt dan ook iedereen maar opgemaakt en haar gedaan. En aan die kant ook. Of na afloop doe je het zelf. Na afloop doe je het zelf. Ja, dan ben ik het zat. Dat is Wendy, onze lieve Wendy. Klaar mee? Hoi allemaal. Zij maakt iedereen altijd heel mooi. Zeker. Even kijken. Nou, dit is ook een gedeelte waar iedereen zijn make-up er afhaalt. Vooral. Ja. Even haar checkt. Ja, en de mannen die doen hier 's ochtends altijd hun eigen haar. Ja. Nou, bijna alle mannen. Ik in ieder geval wel. Zo helpen we de make-up altijd een beetje, want het is 's ochtends altijd best wel druk. En het is hartstikke makkelijk om te doen. Dus, nou, dat. Lekker zeg. Ik wil gewoon niet. Hebben we nog... De green room. De green room. Dit is de green room. Als we een paar scènes vrij hebben, dan chillen we hier altijd. Ja. En er wordt ook wel iets muziek gemaakt. Alsjeblieft. Ik kan er alleen niks van. Wauw. Amazing. Natuurtalent. En hier zitten iedereen lekker te chillen of te slapen. En dan hebben we hier een uitzicht op het schoolplein. Hier draaien we ook wel eens. Als we hier uit het raampje kijken, dan kunt u dat prachtig zien. Ja, nou dat is een beetje ons uitzicht. En kunnen we nog wat laten zien? Misschien. Wil je misschien een klein stukje van de set zien? Leuk. Ja? Zo doen? Nou, dan gaan we naar de hangout. Oh, dat is een goeie, dat vind ik leuk. Ja. Dan gaan we naar de hangout. De hangout. En nou, dan zijn we hier aangekomen in de hangout. Ja. Ja, ik moet. Je hebt hier gedraaid. Ik heb hier al wat gedraaid, ja. Ik heb hier verschillende dingen opgelost met mijn onderbouwvrienden. Wil je weten wat? Kijk dan Spangas. Nee, hier zitten we altijd in de scène, zitten we altijd een beetje te chillen. Ja. En dat is wel zo'n beetje. Het is heel mooi gemaakt, want dit was altijd gewoon een kale kaaltje. En toen hebben de Spangas mensen het gewoon helemaal opgeknapt tot één gezellig honk. Dit is wel een goed lijn.
Dus dan staat hier bijvoorbeeld Connie. En dan zegt Juliet tegen Connie. Hé hey Connie, ik wil graag een sinaasappel. Nou, hé, hey, Juliet. Laat dat nou even toeval zijn, want ik heb hier een sinaasappel. Nou lekker, hoe kost het? Nou, als u vandaag bij mij komt corveeën, dan krijgt u hem gratis. Dan kom ik bij jou corveeën. Alsjeblieft. Dit was natuurlijk wel hartstikke braaf. Waarom praten wij? Brabant! Ja, dat is iets wat wij altijd doen op de Spangas set. Als wij met elkaar aan het praten zijn, dan op de een of andere gekke manier praten wij altijd Brabant. Een soort Brabant en soms zelfs Vlaams accent. Ja. En Fayan die kan het dan nog wel als best. Waarom dan? Nou, jongens, ik denk dat we wel een beetje aan het einde zijn gekomen, toch? Ja, zo ongeveer wel. Dan als afsluiting. Willen wij jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ja. Ik vond het superleuk. Ons even voor te stellen. Doeg. Dag. Dag.